Het thema van aflevering 7 is gekwetste mensen kwetsen mensen. Dat klinkt best chockerend, hè? Ik pijn, jij pijn. We kunnen een ander niet verder helpen dan we zelf zijn. Daarom is het zo belangrijk dat wij gaan genezen van de pijn diep van binnen. Weet je niet hoe? Kijk dan mee naar deze aflevering. Deze keer staat het thema gekwetste mensen, kwetsen mensen centraal. Best een confronterende zin als ik het zo hardop zeg. Maar heel vaak onbewust, als we nog met pijn rondlopen, doen we een ander ook weer pijn. En soms kan dat van geslacht op geslacht doorgegeven worden. Ik hoorde hier net buiten een hond blaffen en ik dacht, een gewonde hond, hè, die gewond is geraakt, die blaft naar iedereen die te dichtbij komt. En zo is het ook soms met mensen. Als we gewond zijn geraakt, kunnen we onze lading, die niet voor die ander bestemd is, kunnen we afreageren op iemand die bij ons in de buurt komt en die toevallig zijn vinger precies op die zere plek legt. Zijn we bereid om naar die wond te kijken? En zijn we bereid om iemand toe te laten in die wond? Vorige keer hebben we het gehad over dat je een ijslaagje om je hart heen kan hebben gebouwd. En toen stond er een hele mooie bal hier. En dat moest eigenlijk een sneeuwbal voorstellen. Misschien heb je je afgevraagd, wat deed hij daar de hele tijd op die tafel? Maar dat was een sneeuwbal. En vandaag wil ik eigenlijk het medicijn tegen die sneeuw geven. En daarom staat er vandaag zout op tafel. Want zout doet sneeuw smelten, maar zout desinfecteert ook een wond. En daar ga ik het straks over hebben. Pijn kan je ook een vervormd beeld geven van de werkelijkheid. Pijn kan je egoïstisch maken. Want soms kan de pijn in het middelpunt staan en dat draait alles om jouw pijn. En je hebt niet in de gaten dat er een ander is die misschien ook pijn heeft, maar daar zijn we niet mee bezig. Want die pijn staat zo centraal, die staat gewoon als het ware bestendig voor ons en we kunnen er niet omheen, denken we. Maar er is altijd een reden, om een andere keuze te maken. Want wij kunnen de deur naar die pijn gaan afsluiten, voorgoed. Kan dat, kun je je nu afvragen? Ja, dat kan. Want ik geloof dat de vijand, dat de duivel wil dat we die pijn in stand houden. En dat we elke keer maar weer die pijn blijven voelen, zodat we niet gaan leven in dat overvloedige leven wat God voor ons heeft bedoeld. Omdat we ons maar blijven herinneren aan die pijnlijke momenten en aan de herinneringen van het verleden. Wij kunnen die deur afsluiten. En God geeft ons twee sleutels daarvan. De ene sleutel die zo belangrijk is, is een moeilijke sleutel. En misschien vind je het niet eerlijk als ik dit woord noem. Maar die ene sleutel is vergeving. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk, want iemand heeft mij pijn aangedaan. Nou, vergeven is ook niet eerlijk. Maar het is ook niet eerlijk dat Jezus voor ons gestorven is en dat Hij onze zonden en onze wonden heeft gedragen. Dat is ook niet eerlijk. En dat Hij aan het eind van zijn, als Hij aan het kruis hangt, zegt tegen die zondaar, tegen die moordenaar naast hem, heden zul je met mij in het paradijs zijn en ik vergeef jou je zonde. Dat is ook niet eerlijk. Soms zijn dingen niet eerlijk die ons overkomen. Maar er is altijd een weg uit. Zijn we bereid om de deur te sluiten naar de pijn, naar het verleden? Een tijd geleden had ik een droom en ik wil hem met jullie delen. En ik had een hele aparte droom. Ik droomde dat ik terugging naar mijn kindertijd. En we woonden op een boerderij. En ik droomde dat mijn vader in het huis was aan de kant van de boerderij waar mijn oma heeft gewoond. En hij was daar bij die deur. En toen zag ik op een gegeven moment door het raam, zag ik dat er iemand aankwam lopen. En in mijn droom heette die persoon de Sterke. En misschien ken je dat wel uit de Bijbel. Daar staat ook van, als je iemand vrij wil zetten, moet je eerst de Sterke binden en dan kun je zijn huisraad redden. Dus de Sterke in mijn droom kan ook staan voor een macht of voor iets wat sterk lijkt te zijn. En de Sterke stond daar. En die stond hand in hand met een ander poppetje. En daar stond op afwijzing en weer een ander poppetje. En daar stonden allerlei dingen op. Haat en bitterheid en noem maar op. En die hadden elkaar allemaal vast. Zo, die stonden echt alsof je poppetjes uitknipt hand in hand. Weet je wel, zo stonden ze. En ik zag gebeuren, ik stond van een afstandje te kijken. Ik zag gebeuren dat die Sterke op de deur begon te kloppen. En dat mijn vader in een waas van, ja, wat moet ik hier nu mee?
dat hij in een waas daarvan de deur wilde openmaken. En ik riep vanuit de achterkamer, niet de deur openmaken, want de nieuwe generatie ligt te slapen. En ik zei dat alleen maar. Maar hij stond zo verdwaasd en hij wist even niet wat hij moest doen. En hij dacht, ja, ik moet toch open doen als er geklopt wordt. Dus hij deed de deur open in een waas van opwelling als het ware. En hij deed hem open, maar die deur ging niet zo open, maar naar voren open. En weet je wat er gebeurde? Op dat moment begon de sterke met zijn handen te graaien. Zo om die deur heen te graaien. En hij probeerde alles te pakken wat hij maar kon pakken. En ik zag het gebeuren en ik riep, pap, doe die deur dicht, nu meteen. Maar het was al te laat, want de handen waren al binnen van de sterke. Weet je wat er staat in de Bijbel? De vijand is gekomen om te stelen, te liegen, te roven, te doden, te verdelgen, noem maar op. En hij zal echt niet met mildheid, als de deur open gaat, dan zal hij binnenkomen met zijn grijpklauwen om alles te pakken wat hij maar kan afnemen. En ik zag het gebeuren en ik zei, die deur moet nu dicht voor die nieuwe generatie. En ik liep er naartoe en ik begon te duwen tegen die deur. Maar die armen waren al zo ver binnen dat ik die armen gewoon, ik kreeg het niet meer terug. En toen zei ik in mijn droom, zei ik, Heer, help mij om de deur te sluiten. Dat zei ik. En in een zag ik opeens een waterkoker met kokend heet water. En ik pakte hem en ik goot het uit. Het kokende water goot ik uit over de handen van de sterke. En weet je wat hij deed? Hij sloeg zijn handen naar achteren en ik duwde die deur dicht. En ik deed hem op de grendels. En toen werd ik wakker. Helemaal moe en helemaal shakend wakker. Ik dacht, wat betekent dit? Wat is dit? En toen begon ik de Heer te vragen, wat betekent deze droom? Hij was zo werkelijk. En hij zei, jij hebt de deuren gesloten, waardoor pijn en alles uit het verleden binnen kon blijven komen. Je hebt hem nu afgesloten. En nu mag je hem ook in de natuurlijke wereld sluiten. Dus wat heb ik ook gedaan in de natuurlijke wereld? Ik heb vergeven en vergeving gevraagd aan de personen aan wie ik vergeving moest vragen. Zodat die deur naar het verleden afgesloten is, na de pijn. Dat mogen wij ook doen. Weet je, ik heb het gehad over wat er gebeurt met pijn. Pijn vervormt ons beeld. Weet je wat pijn nog meer doet? Door pijn kunnen we soms het op een ander projecteren. Hè? Op een ander projecteren. Ik neem jullie even mee naar een verhaal. En dat verhaal gaat over David. En David, die hoort op een gegeven moment dat zijn broers ten strijde zijn getrokken tegen de reus Goliath. En dan gaat hij zijn broers opzoeken op verzoek van zijn vader. En hij neemt kazen mee en eten mee en noem maar op, kost mee. En dan komt hij bij zijn broers. En dan krijgt hij een andere reactie dan hij had verwacht. Want dan komt hij bij zijn oudste broer. En het staat in 1 Samuel 16 staat dit. En dan staat dit. Dan komt hij daar aan. En dan vraagt hij simpelweg aan zijn oudste broer, wie is toch die onbesneden Filistijn? Wie is toch die reus? Dat hij de slagorde van de levende God tart. En het volk geeft hem hetzelfde antwoord. En dan zegt Eliab, zijn oudste broer, die David met de mannen hoort spreken. Dan zegt hij dit. Hij wordt boos op hem en hij zegt, waarom ben je eigenlijk gekomen? En bij wie heb je je schapen achtergelaten in de woestijn? En dan begint hij te projecteren zijn eigen pijn uit zijn hart. Dan zegt hij, ik ken jouw hart wel hoor. Ik ken jouw overmoed en ik ken de boosheid van jouw hart. Ik ken de trots en de boosheid van je hart. Je bent gewoon gekomen om de strijd te zien. Maar David, zijn reactie vind ik zo mooi. David zegt, wat heb ik nu misdaan? Wat heb ik nu misdaan? Ik heb toch niks verkeerd gedaan? Ik ben gekomen met proviant voor jullie, zodat jullie gesterkt worden voor de strijd. En ik stel gewoon een vraag van, waarom zijn jullie zo bang voor die reus? Die mijn God, mijn levende God, met al zijn slagorde, met alle engelen, met al zijn versterkte leger zit te tarten. En jullie lopen allemaal voor hem weg. En dan word je boos op mij. En David zegt, het was maar een vraag. En daarop wende hij zich van hem af, staat er. Weet je wat ik zo mooi vind? Dit mogen wij ook doen. Als iemand met pijn komt en met projectie komt van wie ben jij? Oh, ik weet het wel, ik zie het wel hoor. Jij wil gewoon dit of jij bent gewoon zus of zo. Dan mogen we ons afwenden en hoeven we daar niet eens op te reageren. Waar komt die pijn vandaan van Eliab?
Ik heb even gekeken en een hoofdstuk daarvoor staat dus dat Samuel, dat God, op zoek was naar een koning om te salven. En hij, Samuel de profeet, was vooropgestuurd met olie. En hij zou een van de zonen van Isaï, de stam van Jesse, zou hij salven. En er werden al die broers gebracht en toen kwam Eliab voor hem staan, de oudste broer. Tuurlijk zou dat de koning zijn. Zelfs Samuel werd misleid door het voorkomen van Eliab. En hij dacht, dit zal hem wel zijn. Zijn reizige gestalte. Deze man heeft God vast uitgekozen. En God zei, nee. Let niet op wat voor ogen is. Ik heb hem niet uitgekozen. En dan zegt hij, die is het niet. En die broer niet. En die broer niet. En die broer. Is er nog iemand? Ja, die kleine snottaap daar bij de schapen. Haal hem erop. En dan zegt God, dit is hem. Dit is hem. Weet je hoe dat wat dat met Eliab heeft gedaan? Jij wel, kleine snotaap, en ik niet. Ik, de oudste broer die zo hard heb gewerkt. Ik die zo hard heb gewerkt voor vader. En dan ga jij met de buiten vandoor. Dat is niet eerlijk. Kom ik weer bij dat stukje. Zo voelt dat, hè? Pijn van afwijzing. Het is niet eerlijk. Die pijn. En dan gaat het nog een stapje verder. Want Samuel salft David te midden van zijn broers. Hoe pijnlijk is dat voor Eliab om te zien? Jij wordt gesalfd. Weet je dat ook vaak mensen hier last van hebben? In de gemeente, in de kerk. Oh, jij mag wel spreken en ik niet. Oh, jij mag wel weer die taak vervullen en ik niet. Oh, in een gezin. Jij wordt wel gezien. Jij bent de oudste. Je bent de jongste, het lievelingetje. Jij bent die en ik niet. En wat doen we dan met die wond? Die wond, die stinkende wond van binnen. Wat doen we er dan mee? David zegt het heel mooi. Hij zegt over zijn wonden. Mijn wonden van binnen stinken en etteren. En als ik even kijk, hè, je kunt dit vergelijken met een ratelslang. Hè, een ratelslang, weet je wat hij doet? Die, als hij in het nauw gedreven wordt, bijt hij zichzelf. Hij vergiftigt zichzelf. Hij maakt zichzelf ziek. En hij denkt misschien dat hij een ander beschadigt, maar hij beschadigt zichzelf. Ik heb altijd geleerd door te kijken naar programma's waar je survival ziet. Dan zie je daarvan als iemand gebeten wordt door een slang. Weet je wat je dan meteen moet doen? Die plek afbinden, zodat het gif niet door het hele lichaam gaat. Zo werkt het ook met wonden. Zo werkt het ook met ontstekingen. Afbinden, zodat het gif niet door het hele lichaam gaat. Zijn wij bereid om te kijken en om de zwaarte van de wond te zien? Om te kijken naar de wond en te zeggen, Heer, u moet hem van binnenuit maar schoon gaan maken. Ook al doet het zeer, ik wil niet langer met die wond rondlopen. Waarom heb ik hier zout staan? Omdat ik geloof dat God hier iets wil zeggen over het zout. En ik neem jullie even nog mee naar een tekst. En die tekst staat in 2 Koningen 2 en het gaat over zout. Zout, hè, ik zei het al, is een symbool van desinfectie. Hè, gooi maar eens zout in een open wond. Nou, dat bijt, hè? Maar het gereinigt diep van binnen en het zuivert de wond diep van binnen. Hier staat iets heel moois. Hier staat in 2 Koningen 2 staat, Elisa maakt het water te Jericho gezond. De mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals men hier ziet. Maar het water is slecht en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. En dan zegt de profeet, haal mij een nieuwe schotel, staat er. En doet er zout in. En zij haalde hem er een. Daarop ging hij naar de waterwel. Dus naar de bron. Daar waar alle gedachten, waar alle gevoelens, daar waar alles zit. Je hart. Hè, wat staat er? Wat zegt Salomo in Spreuken? Je hart is een bron. Hè, je hart is een bron waaruit leven tevoorschijn komt. Uit jouw bron kan geen bitter en zoet water tegelijkertijd opborrelen. Hè? Jouw hart is een bron en wij zijn verantwoordelijk voor onze bron om hem schoon te houden, om hem zuiver te houden. Dat er geen vies water, geen troebel water, dat er geen stilstand water zit. Stilstand water gaat stinken. Hè? Het is net als een ontsteking, als een wond. Die gaat stinken, die gaat etteren. Net wat David zei, mijn wonden etteren, ze gaan stinken. En haal zout en een schotel. En ga naar de waterbron, naar de waterwel, daar de oorsprong zit in ons diepste binnenste, van binnen, daar zit de oorsprong. En werp het zout daarin. En dat doet hij dan. En dan moet hij erbij zeggen, en zo zegt de Heer, ik maak dit water weer gezond.
Daaruit zal geen dood en geen misgeboorte meer tevoorschijn komen. En het water werd gezond tot op deze dag volgens het woord dat Elisa gesproken had. Dit is precies wat God ook bij ons wil doen. Hij zegt, die wond van jou mag ik, mijn zout, mijn reiniging, in jouw wond uitgieten. Misschien doet het in het begin zeer. En denk je, oh help, wat gebeurt hier nu? Maar hij doet het niet om jou zeer te doen, maar om je diep van binnen te genezen en te reinigen en te herstellen. We gaan kijken naar een heel bijzonder getuigenis van dit prachtige echtpaar. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie te zeggen hebben, want jullie kennen die wond aan je binnenste. En dank je wel dat jullie ons mee willen nemen en ons dit getuigenis met ons willen delen. Henry en ik zijn allebei zowel emotioneel als seksueel misbruikt in ons verleden. Door familieleden eigenlijk. Ik ben in mijn jeugd ook best wel seksueel misbruikt. Ook door familie. En dat heeft toch ook impact gehad op mijn eigen wil. Dat die toch wel gebroken is. Dat je ontnomen is. Je wordt vaak door slachtoffers wordt je onder druk gezet dat je het niet mag vertellen. En dat legt zo'n druk op jou, want ik ben het als kind geworden, dat je dus helemaal dicht gaat slaan. Je kan je daardoor niet meer uiten en dat wordt steeds erger. Want je durft, als het je nog een keer overkomt, durf je het ook weer niet te vertellen. De allereerste keer dat het me overkwam, ben ik naar die familie toegestapt. En die is bezig praten bij die persoon, maar die is het uiteindelijk zelf gaan doen. Ja, toen. Dan krijg je zo'n dreun, dat wil je niet weten. Dan klap je echt helemaal dicht. En je merkt ook gewoon dat je dan niks meer kan. Want ook voordat wij trouwden, wist Henry helemaal niet dat ik seksueel misbruikt was. En ik van hem ook niet. En ook voor mij niet, nee. Ja. Wat ik ook gemerkt heb, is, en dat kwam ook in George Meyer, de boek naar voren, is als je eenmaal seksueel misbruikt bent, dat andere mensen dat aan je kunnen zien en dat mensen er op je afvliegen. Op een gegeven moment heb ik meegemaakt dat 4 mannen mij probeerden iets met mij te doen. Ik heb gevochten als een leeuw en het is niet gebeurd. En toen denk ik van, wat is er aan de hand? Hoe komt dat? En ja, door George Meyer, het boek, kwam ik er dus achter dat je het gewoon uitstraalt. Je leert dat de zielsbanden tussen... Als jij in een gezin geboren wordt, dan heb je zielsbanden met elkaar. En die zitten onbewust toch met elkaar verweven. En als je deze zielsbanden niet doorsnijdt in de geestelijke wereld, en dat hebben wij heel duidelijk gemerkt, dan kom je los. En anders blijf je aan elkaar vastzitten, want wij bleven er maar mee bezig. En wij begrepen het niet. Waarom blijven we er nou? We willen er vanaf, we willen er niet meer aan denken. We willen verder met onze toekomst. En dan denk ik van, hoe kan dat nou? Maar nu zie je dat. Dat geeft ook heel duidelijk in het boek aan. Laat zich ook uit in het feit dat we op een gegeven moment op een verjaardag waren. En daar kwamen alle gezinsleden bij elkaar. En ook degene waar we nogal wat mee te doorstaan hebben. En dat merkten we toch dat ons dat losgelaten hadden. En dat het geen pijn meer deed? De pijn was weg. Dat vonden wij het allerwonderlijkste, dat de pijn weg is. En dat we ook niet boos op ze konden zijn. Nee. Ja. De sleutel van ons beiden was... Dat de zielsbanden met de familieleden werden doorgesneden. Toen merkten wij een stukje bevrijding. Toen konden we op gaan staan. En de tweede was een stuk vergeving. Want als jij niet vergeeft, dan blijft het je toch aankleven. En dat merkten wij ook heel duidelijk. Vanaf die tijd, goed, wij praten er nog wel over. We hebben heel veel meegemaakt. We praten er nog wel over, maar het doet niet meer pijn. De pijn is weg. En het verdriet. En weet je, ik heb ook tegen haar gezegd, meisje, ik vergeef het je, of meisje of jongen, elk familielid, we vergeven het jullie. Wat je ons hebt aangedaan, vergeven jullie. Ja? En ik zegen je ook in Jezus' naam. Nou, daar hadden ze heel veel moeite mee. Ja. Maar wij zijn er vrij van. Ja. En dat is het belangrijkste, denk ik.
En wij kunnen weer verder met ons leven. Lieve Sjane, lieve Henry, wat een geweldig verhaal. Niet geweldig in wat jullie is overkomen, maar geweldig hoe jullie hem hebben omgedraaid. En hoe jullie van je dieptepunt een keerpunt hebben zien te maken en nu zelfs een hoogtepunt door erover te kunnen getuigen. En wat me zo raakte is dat jullie zeiden, de angel van de pijn is eruit, doordat jullie hebben gekozen om te vergeven. En doordat jullie hebben gekozen om los te laten. Je hebt niet alleen de pijn losgelaten, je hebt het in de handen van God gegeven, maar ook de dader heb je losgelaten en in de handen van God gegeven. Waardoor jullie geen wraak en geen vergelding meer hoeven te bewerkstelligen, maar waardoor God verder aan het werk kan gaan. En ik vind jullie zo dapper dat jullie dit op de tv hebben durven vertellen. Dank jullie wel. En ik wil nog even terugkomen, want misschien zit hier wel iemand te kijken die zegt van, dit stukje, één stukje snap ik niet zo goed van het getuigenis. Want hoe kan het, als mij zoiets dieps is overkomen, dat opeens vanaf dat moment het wel lijkt alsof ik een aantrekkingskracht heb op allerlei onreinheid. En alsof alles opeens naar me toe komt. Wat ben ik? Ik ben toch niet de schuldige hieraan geweest? En dat was ook niet wat zij bedoelde te zeggen. Maar weet je wat er gebeurt? Op het moment dat er iets is geroofd, is er een poort opengezet. En is het alsof de vijand op dat moment alle geesten van onreinheid, van lust en van noem maar op wat op je af is gestuurd. Want je zei zelfs vier tegelijk. Dan zie je hoe de vijand werkt. Die sterke, die ging niet in zijn eentje, maar die kwam hand in hand met anderen. En op het moment dat we vragen, Heere Jezus, wilt u op dit moment elke poort naar mijn verleden, naar mijn pijn afsluiten? Dan is die deur dicht en dan is het bloed van Jezus wat ons scheidt tussen het verleden, tussen de pijn en tussen alles wat je is afgenomen. Alles wat je als vrouw en als man is afgenomen. Daar is het bloed van Jezus tussen en dan ben je onaantastbaar. Dus er is een nieuw begin. Dus je hoeft niet bang te zijn van, nu gaat het vanaf nu, moet ik oppassen, want straal ik dit alleen nog maar uit. Want in principe heeft Jezus ook hiervoor gedragen. Onze wonden, onze zonden en onze bonden. Voor alles is die aan het kruis gegaan. En ik vond het een zo'n dapper getuigenis. Hoe jullie ons hebben meegenomen in al die stappen. En dat ik zo proef hoe jullie hart is. Want één ding proef ik. Jullie hebben het zout van God toegelaten in jullie hart. En in het begin bijt dat misschien. Denk maar eens aan als je met je lichaam met nog wondjes erop in de Dode Zee gaat. Dan bijt alles en dat doet zeer en je wil het liefst er niet ingaan. Maar uiteindelijk moet je kijken hoe je hier uit de voorschijn komt. De wonden zijn schoongemaakt, gereinigd en dan pas kunnen de wonden herstellen. Want de angel is eruit gehaald en de pijn en de etter is eruit gehaald. En nu zijn jullie zo'n getuigenis. Dus dank je wel voor het getuigenis dat jullie willen zijn. Dank je wel. En wat ik zo mooi vind, ik had het net over alles waarover je waakt. Waak vooral over jouw hart. Want God heeft je tot een bronbewaarder gemaakt van jouw hart. Een ander kan niet jouw hart bewaken. Een ander kan je iets hebben aangedaan en iets in jouw water hebben gegooid. Maar jij bent verantwoordelijk voor je eigen hart. Voor je eigen stukje. En terwijl ik hier zo over aan nadenken was, moest ik denken aan Ezechiël 47. En dat gaat over de tempelbeek. En dat is heel mooi. Want die tempelbeek, dat is het water wat schoon is, wat rechtstreeks vanuit de troon van God komt. En dat water dat stroomt. En dan staat er dat overal waar dat water komt, overal waar Jezus komt, overal waar jij komt, komt Hij met jou binnen. Dus je kan jezelf in plaats van die tempelbeek zetten. Want als je met Hem verbonden bent, dan die stromen van leven, die zullen ook uit jouw binnenste komen, staat er toch in de Bijbel. Dus overal waar jij komt, daar zal leven zijn. Als we maar verbonden blijven met Hem. Maar er staat wel bij, maar alles waar het water komt, dan maakt Hij het water gezond. Maar op de plekken waar de moerassen en de poelen zijn, daar kan dat water niet komen. En er zal geen vis zijn. En die plekken zullen niet gezond worden. Dus alles wat
is, als het ware, is afgesloten. Wat stilstaand water is, wat stinkend water is. Wat we als het ware, dit is mijn pijn, dit is mij overkomen. Dit is, daar kan dat levende water niet naartoe. Daar kan zijn genezing niet naartoe. En dan zal het rottend, stinkend, etterende wond worden. Een etterend water. En daar kan het leven niet naartoe. Terwijl als wij zeggen, Heer, ik ontvang uw genezing. Kom maar met uw leven en bewerk het maar in mij. Maak mijn bron maar schoon. En dat gaat diep. Het gaat diep. Dat proces, jullie zijn niet halverwege, hebben jullie niet gezegd, Heer, stop maar. Jullie hebben gezegd, wij willen tot in de diepte gaan. Zodat u ons helemaal van binnenuit kunt vernieuwen en kunt schoonmaken. Ooit las ik een keertje ergens in een krant dat er stond dat er een nieuwe wijk gebouwd werd. En die nieuwe wijk, de mensen in die wijk werden allemaal ziek. De een na de ander. Ze kregen last van hoofdpijn, van buikpijn, van beroerdheid. En de een na de ander ging naar de huisarts, want ze werden allemaal ziek. En op een gegeven moment dachten ze, dit is niet normaal. Die hele wijk, die nieuwe wijk, die zo mooi lijkt en die zo nieuw is, die heeft er allemaal last van. En toen zijn ze een onderzoek gaan uitvoeren in de grond, in de bodem van die wijk. En ze hebben proefmonsters genomen. En wat bleek? Die nieuwe wijk, gloednieuwe wijk, was gebouwd op een afgegraven vuilnisbelt. Wat gebeurde er? Na verloop van jaren kwamen die giftige dampen omhoog zetten en maakten die mensen ziek. Weet je, laat dit een les zijn voor ons. Je kunt je leven verder wel gaan bouwen op een afgegraven vuilnisbelt. Maar die giftige dampen zal vroeg of laat omhoog komen. En je kunt denken, ik heb nergens last van. Ik heb geen wonden, ik heb geen zonde, ik heb nergens last van. Maar vroeg of laat kan het je van binnen ziek maken. Kan het je van binnen depressief maken. Kan het je pijn doen. En weet je wat hij zegt? Ik kan jouw grond vernieuwen. Ik kan je fundamenten, zelfs tot onder je fundamenten, kan ik schoonmaken. Door mijn bloed, het bloed van Jezus. Door mijn zout, wat reinigt diep van binnen. En niet alleen aan de oppervlakte, maar diep in die wond. Waar staan we hem dat toe? Ik wil me even richten tot de kijker. Misschien zit je hier nu en denk je, ja, dat verhaal. Dit raakt me zo, van Shani en Henry. Dit heb ik ook meegemaakt. En ik zit er nog middenin. Ik zit nog niet eens, ben nog niet eens toegekomen aan die verwerking. Of eigenlijk kom ik net tot de bewustwording dat ik ook door die diepte ben gegaan, maar ik heb er nooit woorden aan kunnen geven. Dan wil ik je echt oproepen, zoek hulp. Schakel iemand in die je vertrouwt. En zoek een kerk of een plek waar je je veilig voelt, een gemeente. Zoek mensen die je vertrouwt en vraag of ze met je willen bidden. En vraag gewoon of iemand je wil helpen om je te brengen bij iemand die hier meer verstand van heeft. Een goede therapeut of een psycholoog of iemand die de waarheid kent. Want de waarheid zal je vrijmaken. En tegelijkertijd, God is jou niet vergeten. God is jou niet vergeten. Hij komt niet te laat. Het is voor de Heer niet te laat. Ook voor jou niet. En hij wil diep van binnen die wond bij jou reinigen. En hij wil zijn liefde in jouw wond uitgieten. Zijn olie, de olie van de Heilige Geest die als kruipolie is. En rechtstreeks gaat naar die wond diep van binnen. Hij wil hem verzachten, maar hij wil hem ook schoonmaken en reinigen. En hij wil dat je een nieuw leven mag beginnen. Een heel nieuw leven samen met hem. Ik wens je heel veel zegen toe. En ik hoop je volgende week terug te zien bij een hele nieuwe aflevering van Binnenuit. Tot dan. God houdt van jou en hij wil heel graag een persoonlijke relatie met jou. Als je Jezus nog nooit hebt uitgenodigd als jouw persoonlijke Heer en jouw Verlosser, dan kun je dat nu gaan doen. Je hoeft alleen maar je hart te openen en dit gebed na te zeggen. Liefdevolle Vader, ik kom tot u. Ik erken dat ik heb gezondigd en ik heb uw reiniging en vergeving nodig. Dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus. Ik erken dat Hij de Heer van mijn leven is. Ik erken dat Jezus Heer is, dat Hij voor mij aan het kruis is gegaan. Dat Hij al mijn zonden, al mijn ziekte heeft gedragen aan het kruis. Dat Hij na 3 dagen uit de dood is opgestaan om mij leven te geven. En op dit moment accepteer ik Jezus Christus in mijn leven. Ik nodig u uit in mijn leven. En ik vraag, Heer, wilt u de Heer worden van mijn leven? Reinig mij, vergeef mij en verlos mij van al mijn zonden, van al mijn schuld.
En dank u wel, Heere Jezus, dat u dat doet. Dat u die weg voor mij gegaan bent, zodat ik hem niet meer hoef te gaan. En zo accepteer ik u in mijn leven. En ik dank u voor uw verlossing, voor uw herstel in mijn leven. Amen. Wil je meer van Jezus in je leven, maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Dan heeft Family Seven nog veel meer mooie programma's. Programma's die uitleg geven over de Bijbel en hoe je Jezus kunt volgen. Voor meer informatie ga dan naar www.familyseven.nl.